Daar kunnen we nog wel naar kijken hoor, dus, dat we iets maken dat we zeggen, dit is wel mooi. Een klein zeultje ernaast. Ja. Ja, oh ja. Dan moet hier niet op. Ja, ik snap het. Nou ja, het is meer dat je het wat aankleedt. Dat was het ja, in mijn ja, ook. Nee, maar dat hij hier zo prominent beest is. Je moet hiernaast. Hier zo. Ja. Kijk, als je nou een zeultje maakt, wat plant. Ja, denk het wel. Dat moet dan. Dat is waar je heel snel de mis mee in gaat. Dus dit is Ja, zeker. Overheen. Onderdoor. Ja. Dus dan is hij daar omheen. En dan moet die er weer overheen. Ja, neem ze naar deze. Maar je moet hier zo, hè? Het is één grote knoop. Oh, je moet vooraan beginnen. Ja, heel goed. Eerst is makkelijk. Weet dat niet goed. Eerst is makkelijk. Had ik een eentje erbij moeten zetten of zo? 1, 2, 3. Ja, misschien wel, ja. Nou, volgens mij is het goed. Kun je elkaar uit elkaar trekken dan? Huh? Uit elkaar trekken? Nee. Ene kant of niet? Ja. Oh, zo. Daar gaat het om, hè? Nee. Vader heeft op dat ding gevaar. En zijn grootvader. Dus nagemaakt van een echte boot? Ja, zij hadden die boot. Die heette ook de Wuta. En die heeft hij nou nagemaakt. Hij heeft hem uit zijn hoofd heeft hij dat model gebouwd toen hij met pensioen was. En ja, hij had er altijd op gevaren. Dus wist hij wel precies hoe dat ding in elkaar zat. Deze zit ietsje. Ja. Kom er niet op. Let op, grootvader, dat is Casparis Renierus Blom. Maar zijn 6 generaties verder, daar is zijn nazaad ook Kastje Blom. Daar, 6 generaties. 6. Ja, 6. Er zijn 6 generaties verschil tussen deze man. Zo. Deze man. En dat jongetje wat daar achter. Oh, van jou, ja. Ja, leuk. Ja, veel. Samen in elkaar. Ja. Ja, het is maar goed dat we alle naamkaartjes met waar ze vandaan komen. Ja, want het is over een half jaar weet je bij ons. En wij hebben ook al een papier staan. Ja, dat is ook wel belangrijk. Ja, dan moet je zeker doen. Is dit hier wel? Waar ligt de plaats staat dan? Dat is smokkelpaard, dat noem je het altijd. Dit is de heerbaan. Ja, en hier was de grens. Ja, dat weet ik. En dit is daar hier een smalle huisje waar het is opgezet. Ja, hier loopt langs de leegstreek. Ja. Wij wonen hier. Ja. Dat is dan Elsie. Dan is dit de Den. Ja. Dit toch nog zo? Weet je, de Den, dat is een rivier in België. Oké. En waarom hier was dat hier dan? Ja. Maar? Op zoek. Hier was ons huis. Daar was jullie huis. Ja. Oké. Okay. En geboren ben ik in. Ja. Want die andere, die kleine camping, die is wel heel erg. Ja, geen muziek. Ja, ik ga het.
Ja, je kunt niet alles willen. Namens het bestuur van Best Medisch Centrum heet ik u van harte welkom. In het bijzonder pastoor Roel Franken en burgemeester Mark Snikker, die straks het cultuurhistorische informatiecentrum officieel gaat openen. Mijn naam is Roland Gesthuis, ik ben voorzitter van Best Medisch Centrum en centrummanager van Vermachting Mooie Midden. Voordat ik met de speech begin, wil ik eerst een van de donateurs herdenken welke ons afgelopen week is ontvallen. De heer Herman Heijn. In 1969 hebben Herman en zijn broer Tom het bunkerschip van vader Herman Senior overgenomen. Herman heeft altijd heel zijn hart en ziel in het bedrijf gestoken en is een van de grondleggers van dit florerende bedrijf. In 2007 is het bedrijf in handen gekomen van Frank en Robert Heijman. Zij leiden het bedrijf met dezelfde bezieling als Herman en hun vader dat deed. Herman heeft onlangs een modelbouwschip van de puntstation uitgeleend. De maquette heeft een prominente plek gekregen in het informatiecentrum. Ik wil de familie Heijman, vrienden en bekenden veel sterkte toe wensen in deze moeilijke tijd. Dankbaar zijn we pastoor Rudolf Franken en het kerkbestuur dat we onze expositie Drijfheid op en aan het water in de kathedraal van de Klaagboven tentoonstellen. De kerkdorp, Melden, Kekenop, Leut, Elkom en Ooi zijn voor de werkgelegenheid door de eeuwen heen afhankelijk geweest van de rivier. Deze kathedraal heeft ook een lange geschiedenis met dit onderwerp. Getuigen enkele prachtige glazen boterhammen en de bisschop van Doven. Mooi dat religie en cultuurhistorie van de Klaag zo samen één symbiose vormen. Er is in coronatijd door een kleine groep kleine werken veel werk verstopt om dit informatiecentrum van de grond te krijgen. Stoffige archieven zijn opengetrokken en stad en land is afgereisd voor het verzamelen van ondersteunend materiaal. Peter Selt had zelfs een goede boodschap. We zijn alle donateurs erg dankbaar voor het uitleveren van de waardevolle bezitting en het ter beschikking stellen van foto's en schilderijen uit hun archief. Ik wil van deze gelegenheid graag gebruik maken om het bijzondere kleine groep vrijwilligers te bedanken voor hun tomeloze inzet. Hans en Siska, Quarter die de prestaties van panelen en publicaties van reclameuitingen hebben verzorgd. Zij waren de drijvende kracht achter deze expositie. Anneke Nijenhuis en Cas Blom, die vele archieven hebben doorgespit op zoek naar bruikbare informatie. Stef de Klein, die op vakkundige wijze de vriendenkasten heeft gebouwd. Rita van Haren, die activiteit voor kinderen heeft uitgewerkt en alle teksten heeft geredigeerd. De afgelopen dagen is veel van hen gevraagd om de expositie op tijd gereed te krijgen. Zoals u op enige afstand al heeft kunnen aanschouwen, is al deze inzet niet voor niets geweest. Zonder subsidie van de gemeente hadden we nooit voor de grond gekregen. Best Medisch Mellingen is blij dat de gemeente dergelijke initiatieven ondersteunt. Ik kan uit ervaring spreken dat wanneer je met een gefundeerde plan bekomt, de gemeente bereid is te investeren. Het bloemenplan en de twee ommetjesmiddelingen zijn hier al een tastbare voorbeelden.
Als Bestmanagecentrum zitten we niet stil en werken voortdurend aan initiatieven die bijdrage leveren aan een toekomstbestendig winkelgebied en leefbaar winkel. Zo gaan we deze winter het winkelcentrum aankleden met sfeer. Momenteel onderzoeken we het haalbaar is die de Bluebeurden weer terug te halen naar Millingen en willen we een grenswachtershuisje in Kwartenstaal terugplaatsen bij de grens zodat die weer beter gemarkeerd is. Ik zou nu graag het woord willen geven aan Ludo Frank. Beste lieve mensen, heel hartelijk welkom. U allen vanmiddag in deze kerk van Millingen. Nu het cultureel historisch informatiecentrum Het Laag wordt geopend. Als pastoor van deze parochie ben ik blij met dit initiatief vanuit het Millingen Centrum om toeristen en inwoners van Het Laag te boeien met allerlei exposities en wel in deze heel mooie kerk, ook wel kathedraal van Het Laag genoemd. Wat goed dat de handen ineen geslagen worden. Cultuur en kerk horen bij elkaar. Net zo mooi het woord gehoord, symbiose. In een kerk is sowieso heel veel cultuur te zien. Mooi dat door de openstelling van de kerk in het seizoen op dinsdag, vrijdag en zondagmiddag van 1 tot 5 vele de kans gegeven wordt om zowel de tentoonstelling als de kerk te zien. Ik sta ook versteld van de professionaliteit van opzet en uitwerking en betrokkenheid van talloze vrijwilligers en zelfs is er aandacht voor jeugd. Ik vind het bijzonder dat jullie als ondernemers ons van de parochie helpen om de deuren van de kerk open te zetten. Als parochie werken we mee aan dit fantastische initiatief. In de kerk staan nog verschillende projecten op stapel om een en ander in de kerk beter uit te laten komen. Ondertussen worden er al regelmatig rondleidingen gegeven. Heel fijn dat dit gebeurt. En blijven we graag rondleidingboekjes ter beschikking stellen waarvan mensen gebruik kunnen maken om ook zelf de kerk te verkennen. Heel veel dank dus aan jullie, de initiatiefnemers en uitvoerders van deze droom die nu werkelijkheid wordt. Bij deze opening wens ik jullie heel veel zegen, vreugde en plezier. Dat mensen zich hier meteen thuis mogen voelen, zich welkom weten en in de gang op een prettige manier ook nog het een en ander opsteken. Proficiat. Ik weet niet of hier al de openings echt toelichten van tevoren. Nou, dames en heren, ik zal het kort houden als het voor een licht gaat doen. Dames en heren, ook als je Millingen goed kent, dan blijf je toch nog steeds verbazen over de enorme hoeveelheid activiteit die in dit dorp wordt ontplooid. Millingse Biz is pas in 2019 in het leven geroepen om het centrum van Millingen aantrekkelijker te maken en te houden. En zij ontplooit sindsdien het ene na het andere initiatief, want het gasthuis heeft een aantal al genoemd en dat is inmiddels een hele rij. Dit historisch informatiecentrum, dat is een hele mooie volgende stap om Millingen, het centrum van Millingen in het bijzonder, bij meer mensen in het vizier te krijgen. De meeste mensen hier aanwezig die zullen wel weten dat Millingen een lange en interessante geschiedenis kent. En vele Millingenaren en heel veel mensen buiten Millingen kopen, krijgen en lezen ieder jaar het Millingsjaarboek. En aan die gestaag groeiende rij in de kast wordt met dit informatiecentrum een hele mooie dimensie toegevoegd om kennis te maken met de historie van Millingen. En het voor deze eerste tentoonstelling gekozen thema van bedrijvigheid aan het water illustreert, vind ik, heel mooi onze omgang met de lokale geschiedenis. Hier is heel veel te zien wat we nog weten. Veel ook dat door oudere mensen nog herinnerd wordt en ook buiten in het dorpsbeeld
herkenbaar is. Maar als je wat scherper kijkt, dan daagt ook het besef dat we kijken naar een wereld die onherroepelijk achter ons ligt. Een Engelse historicus heeft eens gezegd: "The past is a foreign country. They do things differently there." Een vreemd land dus, waar ze de dingen anders doen. En hij had gelijk. Aan de oevers van de Waal en de Rijn bijvoorbeeld worden nog steeds stenen gebakken. En her en der staan ook nog de schoorstenen in het landschap. Maar het zijn er veel minder dan vroeger. En de tijd is ook al lang verstreken sinds hier in het Laag hele gezinnen, mannen, vrouwen en kinderen zich de ruggen kapot moesten werken voor een schamele. Millingen heeft weer een werf, nadat de oude gebouwen jarenlang stonden en kleine boompjes al in de dakgoten begonnen te groeien. De geschiedenis lijkt nu te zijn teruggedraaid, of zich in elk geval te herhalen. Al is ook dat natuurlijk niet zo. Andere mensen bouwen andere schepen op een andere manier. Zo laat hier in de vitrine ook de historie van alle kleine en oude scheepswerken heel goed zien. Het visserijverleden over Millingen, dat gaat in ieder geval dat we weten tot in de middeleeuwen en waarschijnlijk zeer ver daarvoor terug. Maar dat is bij gebrek aan visuele hulpmiddelen als boswallen of fabrieksschoorstenen in ons collectieve geheugen al een veel grotere onbekende. Waar is de tijd dat al die houten scheepschuiten die op de Millingse werf is gebouwd werden, ook daadwerkelijk werden gebruikt voor riviervisvaart? Waar is de tijd dat aan de andere kant van de dijk reusachtige zalmen naar boven werden gebracht? Ik weet niet of het verhaal waar is dat dienstmeisjes vroeger bedongen dat ze niet vaker dan zoveel keer in de week zalm zouden hoeven eten. Maar het is meer dan door de opvang van de drijfstal die net zo onherroepelijk verdwenen is als het fenomeen van die dienstmeisjes zelf. In het kader van deze mooie expositie hebben jullie deze en andere aspecten van het werken op en aan het water heel mooi in beeld gebracht. En ik kijk er erg naar uit om zo'n kijkje te gaan nemen. Op deze prachtige locatie komen ongetwijfeld in de toekomst nog vele andere mooie onderwerpen uit de rijke geschiedenis van het Laag voorbij. In onze gemeente hebben we al 3 prachtige musea, maar allemaal een stuk hoger gelegen. Dit museumtje hier in het Laag is daar een geweldige aanvulling. Ik sluit af en sluit mij aan bij de pastoor door alle mensen te feliciteren die hier ontzettend hard aan gewerkt hebben. Alle andere betrokkenen. Ik hoop dat jullie allemaal met hetzelfde enthousiasme, energie en vindingrijkheid Millingen zullen blijven ontwikkelen. Ja, en nu die burn-out benoemde, ik was ik was in de lijfpastie in Antwerpen en daar heb ik ook even de Sint-Andrieskerk bezocht. En daar staat een van de beroemdste preekstoelen van heel België. En onderaan de preekstoel, uit de 17e eeuw, staat een enorme houten boot gesneden. En dat beeld het verhaal uit van heilige Petrus, die uiteindelijk van Christus te horen krijgt dat hij mensen moet gaan vangen in plaats van vissen. En ik denk, ja, dat is misschien wel best ruimte over in de buurt. Wie weet, inspireert dat voor het vervolg. We komen daarover te spreken. Ik wil graag, want ik heb ongetwijfeld nog niks lang gesproken, de spoorvragen om toe te lichten wat we zo meteen een openingshandeling gaan doen. Daar zijn we toe. Dank u wel. Samen ten behoren te brengen de Alterbel en de Scheepsbel. Helemaal goed.
Mooi, Stef. Huh? Mooi. Ja, zeker. Een monument, omdat er ooit eens een keer een aangevallen was of zoiets.